Mijn beste vrienden, het is vandaag 6 december 2020. U en ik hebben een geweldig mooie verhouding. Ik ga doen, ik doe, ik loop, ik lekker. Paramaribo groet u, from the heart, from the soul. Suriname Unite, luister op deze pracht. De ochtend in Suriname waarbij het geregend heeft en de wind nu waait, waardoor het echt een beetje een soort benauwdheid is er, maar het is niet echt warm, weet u wel. Maar waar het bij mij om gaat in deze ochtend, ik wil tot u praten, omdat de drie video's hebben we gemaakt, hè, over Kavri, Kuli en Kuli en Kavri en Kavri en Kuli. En er zijn zoveel reacties opgekomen. De comments onder boy. En ik moet u allemaal bedanken. Ik moet u echt allemaal bedanken. Want wat ik heb geproefd in de comments maakt dat ik nu nog een video ga maken. Bezig ben, natuurlijk. Vrienden. Interraciale huwelijken, verhoudingen, is het mooiste wat er is. Omdat puurheid niet bestaat, en daar hebben we het al een keer over gehad, dus we gaan het niet nog een keer zeggen, we gaan het nog een keer zagen erover. Puurheid, no de. Iedereen die puur wil zijn, moet gaan naar het land waar puurheid is. Als we praten over Suriname, dan praten we over een interraciale, interethnische mix van Kavri, Kuli, Yampanesi, Boeskores, alles maar bij elkaar. Ik had het over die Moxalesi, die Suriname gaat uniek gaat maken. Wat? Mensen, dus het wil niet zeggen dat je al die geweldige mooie dingen uit je cultuur gaat weggooien. Niet meer gek. Niet toch. Juist wordt die bloem groter. Sterker. Het wordt een niet te nemen vesting. Wat is namelijk ons grootste probleem? Verdeeldheid. Men heeft het feit dat we in etniciteiten zijn opgedeeld. In verschillende rassen zijn opgedeeld in Suriname. Heeft men gebruikt om ons te verzuilen. Dat want daar hier, een blanke man op een zuil. Een Hindustani op een zuil. Een Japanese op een zuil. Een Maron op een zuil. Een Lasma op een zuil. Dus dan wanneer gaan we één worden? Bestaat niet. Want wat is nou? Elke zuil die zorgt voor zijn eigen zuil. Die verstaan, dan komen die zuilen ook nog eens keer tegen elkaar. Dan, wanneer ze bij elkaar komen, ontstaat hier tussen een geweldig spanningveld. En zo zei Kotvaya. Ciao! Interraciaal. Interethnische verhoudingen. Huwelijken. Is de oplossing voor Suriname in de komende 50 jaar. Overal, al over 30 jaar, ga je merken dat mensen niet meer tegen mijn Kavri boy kunnen zeggen in een troningen koelie, want dit, want dat. Hij gaat jullie uitlachen, want het is een kind van vandaag. Ze spelen met elkaar, ze praten met elkaar. Als kleine kinderen groeien ze op, dan wie ben jij om ze uit elkaar te houden? Zo doe je erop. Bestaat niet. Deze culturen komen allemaal naar elkaar. En dit is, misschien is dit wel de belangrijkste video die er ooit gemaakt is erover in Suriname. De oplossing voor alle Surinaamse problemen, allemaal, is interraciaal Suriname. Waarbij het kind dat hier op deze bodem loopt en staat en dingen doet, zich niet anders kan voelen
en niet anders kan zijn, dan wat is er dan een man? Wat is er dan een oma? Kijk, kafries zoals ik moeten stoppen met Suriname toe te eigenen alsof de abing. Suriname is van elke Surinamer. Iedereen die hier op de grond van mama Suriname geboren is, is Surinamer. Nou, hoe dan? Gaan jullie met elkaar trouwen? Maak kinderen. Dat is interraciale verhoudingen, huwelijken. Hoezo dit? Waar het om gaat, is niet het feit of je kafri of koelie bent, maar het feit dat je een goed hart hebt. Een feit dat je mens bent. En weet dat dat de enige reden is waarom we hier in deze wereld met elkaar rondlopen. Om mens te zijn. Mens zijn betekent delen. Mens zijn betekent ook die rotzooi die er ontstaat. Maar daar zijn we dan verstandig voor om weten wat wij doen. En de keuzes die we maken, want die keuzes die we maken achtervolgen ons hele leven lang. Ik moest lachen, want we moeten natuurlijk altijd wat dingetjes delen. Ik moest lachen. Ja, maar, zei het een goede man tegen me. Ja, mama, kijk, we hebben toch een blaggeman. Die kafri heeft toch een Bob Marley voorgebracht. Hé, hey, Bob Marley was een kafri. Net als ik. I love Bob. Bob, zijn grootvader. Was een witte man. En zo kan ik er nog een paar noemen. Jerry Rawlings. Ooit president van Ghana. Zijn grootvader was een Schot, een wit man. Wat is het probleem? We hebben nu een mooi voorbeeld. Ik ben helemaal verliefd op Kamla. Met Taiji man. Is een Surinaamse naam toch? Kamla. Kamla. Met Barry Jongsang. Hier een collega die een boekje had geschreven. Kamla en de vergulde man. Kijk nou. Kamla heeft een aantal dingen toch. De vader is een blakkaman, uit Jamaica. De moeder is een Indiase vrouw uit India. Den Tusma Miti had ook een protestrally. Ze zijn getrouwd. En ze hebben kinderen. En een van die kinderen is de meest belangrijke vrouw op dit moment in de hele wereld. En zo zijn er meer belangrijke vrouwen geweest in deze wereld. Die uit interraciale connecties en huwelijken en verhoudingen zijn ontstaan. Niet alleen die vrouwen, maar ook die mannen. Mensen die alleen willen, die praten over, ik wil, het moet puur zijn. Puur, die weten niet wat puur is. Puur is alleen interessant. Wanneer het vermengd is. Zelfs die mannen die daaroe drinken, vermengen het wat de drinken zo door dit. Ja, dan nog even grapjes op een stok. Wij moeten serieus omgaan met dit ding. We moeten geen grappen maken en ik zal er verschillende video's over maken. Want interraciale huwelijken en verhoudingen. Dat ding, dat is de redding voor dit land. Want wij ontnemen de echte racist de mogelijkheid om ons in rassen en allerlei rotzooi te scheiden. Om verdeeldheid te zaaien. We halen die longen eruit. Begrijp u dat niet? Als we dat niet doen, worden constant die groepen
uitgespeeld tegen elkaar. Beste vrienden, denk na over wat deze Kafri u probeert te zeggen al een paar dagen, want u gaat het nog veel meer horen. Ik ben ervan overtuigd. Ik geloof niet, maar ik ben ervan overtuigd dat wat ik misabi. We gaan dit weekend over meer zaken praten. Belangrijk, beste vrienden. Hoe die span? Noem een grap. U en ik. Het nieuwe volk van Suriname. Het nieuwe volk van Suriname komt voort uit interraciale, interethnische samenstellingen. Dankjewel, tot straks en luister weer! Paramaribo groeten! En Suriname, unite! Haha!